Het leek me leuk om het in het kort even te hebben over gitaarpedaal. En dan vooral voor de onwetende jonge honden onder ons, de jonge gitaristen, die klakkeloos al die pedalen kopen en ze gewoon aansluiten achter elkaar. De ene met een batterijtje en de andere met een adapter. Ik wil het erover hebben over hoe belangrijk het is dat dat goed gebeurt en dat daar aandacht aan wordt besteed. En het leuke is, er zijn mensen die daarin gespecialiseerd zijn en die dat voor een eerlijke prijs doen. Voor ons gitaristen. Degene waar ik het altijd mee doe en die mijn spullen dan op dat vlak altijd verzorgt is Paul Lenders. En Paul is een geboren Limburger. Hij heeft het jarenlang vanuit Weert gedaan. En is een jaar of 3 geleden, meen ik, naar Noord-Holland gekomen. En daar ben ik heel blij mee, want Paul zit hier nu vlakbij. En Paul verzorgt heel veel van die pedalenborden voor veel van mijn collega's. Je ziet zijn borden in binnen- en buitenland zie je voorbij komen. En dat is vaak te herkennen aan zijn logo en aan hoe ongelooflijk strak en met zorg die borden zijn samengesteld en hoe goed dat werkt. Ik heb sinds ik met Paul werk nooit problemen gehad met brom of haperende pedalen. Of het maakt niet uit, als ik op het podium kom en ik stop mijn stekker van mijn pedalenbord in het stopcontact, dan doet dat het. Waar dan ook, wanneer dan ook. En dat is ontzettend belangrijk. Zeker als je dit voor je werk doet. Maar ik wil ook benadrukken dat de jonge gitaristen onder ons, de jongens die net zijn begonnen en met hun eerste pedaaltjes bezig zijn, dat het zin heeft en dat ze daar ook absoluut niet bang voor moeten zijn om eens een keertje langs Paul te gaan. Paul zit in de rijp en Paul is een van de meest eerlijke en meest aardige mensen die ik ken en meest kundige mensen die ik ken op dit vlak. Ik word niet door Paul betaald. Ik moest toevallig gisteren naar hem toe. Ik moest mijn bord weer eens even laten nakijken, dan ging weer een nieuw pedaal op en ik wil gewoon dat dat goed gebeurt. En dan ga ik altijd even langs Paul, doe even een bakkie. En ik vond het gewoon leuk daar eens een vlogje op te nemen en Paul heeft eraan meegewerkt. Neem gewoon even een kijkje, maak kennis met Paul en voor de jongens die last hebben van brom of van een dun geluid, weet je dat je als je je gitaar meteen in de versterker aansluit en heb je een hele dikke sound en dan zet je je pedaaltjes ertussen en dan ineens klinkt het heel dun, terwijl dat niet de bedoeling zou moeten zijn. Nou, dat is bijvoorbeeld niet de bedoeling, maar wij gitaristen weten daar gewoon te weinig van. Ik stop met lullen, ik neem jullie mee even naar de werkplaats van Paul Lenders. Nou, hier dus bij Paul in zijn werkplaats. En wat houdt dit nou precies in? Paul gaat het zo meteen ook vertellen, maar het komt hierop neer. Dit zijn al mijn pedalen. Dit bord is door Paul in 2014 in elkaar gezet. Pedaaltjes die worden gevoed of met een 9 volt batterij, die dan vaak in het pedaaltje zit. Deze kan van 9 tot 18 volt, des te hoger het voltage, des te lekkerder de toon. Het punt is dat je al die pedaaltjes aan elkaar hangt met draadjes, kabeltjes. En die kabeltjes zijn vaak van verschillende kwaliteit. Als je dat zelf in elkaar zet, tenminste de meeste gitaristen. We zijn nou eenmaal slordig. En dat gaat ook met anderen. De ene zit met een kabeltje, de ander weer met een batterij. Soms zijn die batterijen op. En dan ineens dan doet je systeem het niet meer. Waar Paul voor zorgt, is dat al die stapjes, dus de kabels, de voedingen, de plaats van de pedaaltjes, de aansluitingen, de toon die overblijft, want na elk pedaaltje, na elk kabeltje verlies je ook weer dat toon, omdat het signaalpad wordt langer. Paul zorgt ervoor dat die toon gewoon behouden blijft tot aan het einde van het signaalpad. En dat is, Paul, ik ben goede dingen over je aan het vertellen. Oh, dat is lief. Dankjewel. Dit is dus Paul, jullie hadden hem al gezien. Hallo jongens. Hij heeft net speciaals haar gedaan voor jullie. Ja, oude langer. Ik heb dit pedaal. Deze heb ik vorige week, hier heb ik ook over gepost. Deze heb ik gekocht. Vind ik op dit moment een van de mooiste fuzzpedalen die je kunt kopen. Althans, dat smaak. Ja, smaak. Maar in principe is het wel een heel goed merk. Dus het gaat erom of de dynamiek behouden blijft eigenlijk, zeg maar. Dat is het belangrijkste bij pedalen. Dat hij niet inkakt in het geluid, zeg maar. Nou, deze kakt er zeker niet in. Nee.
Nou, deze gaan we nu even op het bord zetten, tenminste, althans ja. Jij. Ik ga hem even plakken. En ik vertel net, dit bord dat doet alweer 5 jaar trouwdienst. Ja. Dus we gaan binnenkort weer eens een upgradeje doen. Hoeveel shows heb je ermee gedaan? Ik denk... Dat is goed, hè? Ik denk 400. Ja, misschien. Denk en alleen eigenlijk wat pedaaltjes veranderen. That's it. En gewoon 400 shows draaien. En nooit één keer uitgevallen. Althans, nooit jouw schuld. Nee, niet mijn schuld. Niet jouw schuld. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat een versterker op een gegeven moment dat er een buis kapot gaat. Dat is wel het geval geweest. Ook dat kan je natuurlijk wel... Ik vond het wel heel erg leuk. Op een gegeven moment kwam ik een gitaartag van jou tegen. En ze zei, Paul, wij zijn zo blij met dat bord. Ja. We hebben geen problemen meer. En dat doet mij dan goed om te horen, weet je wel. Als je dan ergens bent, in de supermarkt, en kom je dan iemand tegen. Hey Paul, geweldig, dank je. Ja. Weet je wel, en die jongens die werken daar natuurlijk de hele dag mee. Die leggen dat voor jou neer en die moeten daar aansluiten. En die is er zo van zeker doet het weer. Dat is het probleem met pedaaltjes natuurlijk. Ja, daarvoor ben ik natuurlijk gekomen. Hij gaat zijn magic even spreiden over dit bord. Ja, we gaan eens even kijken wat we kunnen maken voor. Ja. Nou zo. Ja, nieuw klittenband ook leeg, Paul. Ja, dat is wel heel belangrijk. Kan je deze trouwens, deze blijft een beetje afvliegen elke keer. Dat is zeker niet echt goed op te lossen, hè? Jawel. Maar dan moet ik even dadelijk wat van maken voor je. Ik heb van die aluminium strips ervoor en die schroef ik eronder. Dat zal ik even laten zien. Ik ken weinig mensen die zo precies werken als jij trouwens, hoor. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik heb natuurlijk van thuis uit netheid meegekregen. Je hebt in dienst gezeten, dat werd erin. Dus ja, een bepaalde discipline moet je wel hebben om te kunnen werken. Ik heb natuurlijk ook beurzen gedaan. Ik heb een vriend van mij, Ad van Dongen, daar maken wij de pedalen mee samen. En Ad en ik gingen samen op de beurs staan. En we kwamen een groepje Koreanen tegen. En die stonden ook op, naast ons, op de stand. En die discipline die die mensen onder elkaar hebben, en de discipline hebben ze mij een beetje uitgelegd hoe hun werken. Dus ze doen elke stap die ze maken, doen ze controleren. Wij bouwen bijvoorbeeld iets, en op het einde van de rit denk ik van, er zit een kabeltje los. Waar zit het ergens? Dat gaat de Koreanen niet gebeuren. Nee, die checken elk kabeltje, net zo lang, tot ze aan het einde zijn. Dan hoeven ze naar dat gedeelte niet te kijken. Nou, daar heb ik zoveel van geleerd. Feit is dat je elke stap moet checken, zeker weten, afvinken. En dan kijk je op het einde van de list. Ik heb nu bijvoorbeeld een bord waar 110 kabels in komen. Dus elke kabel wordt afgevinkt, elk stroom, en dan heb ik nog niet eens over stroom. Er zitten 24 volt, er zitten 18 volt, er zitten 9 volt, plus, min, omgedraaid, whatever. Alles moet rekening met, dus moet allemaal gevinkt worden. Op dat moment dat je een groot complex systeem hebt, ook zoals die rekken, dan moet je gewoon elk systeem testen en afvinken. Ja. En dat heeft mij ertoe gebracht dat je netjes gaat werken. Dit is dus ook kenmerkend voor Paul's borden. Alle aansluitingen zitten hier aan de zijkant en die zijn allemaal solide, betrouwbaar. En dat zorgt dat bijvoorbeeld de mensen van het geluidsbedrijf ontzettend makkelijk en op één plek en duidelijk vaak alles is gelabeld. Dan komt weer dat precieze van Paul weer van pas. Ja. Die kunnen al hun aansluitingen op één plek vinden. En het mooie van die aansluiting is dat ze, in ieder geval in mijn geval, maar ik geloof wel in alle gevallen, altijd werken. Hier kijken we nu even naar de onderkant van het bord. En als je ook ziet hoe precies dit allemaal met kleur is gecodeerd en hoe mooi dit allemaal zit aangesloten. En er zit veel meer trouwens in zo'n kast dan je denkt. Zo hoort dat er dus uit te zien als je professioneel bezig gaat met je, met muziek maken, met gitaar spelen, met gitaarpedaaltjes. Zo hoort het. Ja. Hier kun je het zien. Toch hier? Ja, hier is de input. Oké, en wat gebeurt er dan? Dit signaal, dit moet geïsoleerd zijn. Ja. Ja? Hier wordt het gebufferd. Ja. En wat houdt dat in, Paul? Nou, gebufferd wil zeggen dat ik een lijnsignaal maak, dat ik een wat stiller geluid heb en vooral ook een hoogwaardige dynamiek heb. Dus ik pomp het signaal op tot 18 volt. Daardoor krijg je dus meer headroom, meer toon. We gaan dus van MP3 weer naar CD-kwaliteit. Zo moet je het zien. Zo moet je het zien, want je wil natuurlijk je dure gitaar horen. En als je dus een heel goedkoop pedaaltje hebt waar 9 volt in zit, ja, dan heb je top 4,5 en onder 4,5. Dus je hebt bijna geen dynamiek. Nee. Dus hoe hoger de spanning,
van een pedalboard, hè, dus de effecten, de kwaliteit van de effecten. Daarom is de spanning zo belangrijk. Daarom werken bijvoorbeeld veel bedrijven, grote professionele bedrijven, met 24 volt. Stil is, vaak hebben ze van die open jacks. Nou, dat werkt dus niet. Je moet dus een gesloten systeem hebben, dat de aarde goed geïsoleerd is. Dan gaan we het signaal bufferen. Dan gaat het naar de looper toe, die zie je hieronder. Daar zit natuurlijk een hele grote kabelboom. Ja. Het paarse gedeelte wat je ziet, is het schakel- en het midi-gedeelte. Ja. Dat is voor mij en voor de mensen die dus eraan werken heel makkelijk. Als je bijvoorbeeld over zee bent en je zegt van Paul, waar zitten we ergens? Nou, paars is allemaal midi. Mm-hmm. Nou, je ziet ook dat ik, doordat jij met de U2 Tour veel met midi gewerkt hebt, hebben we allemaal aparte midi-schakelingen. Dit is voor je schakelingen voor je top. Daarmee kan ik mijn versterker schakelen ook weer. Ja, kun je schakelen. Nou, dat loopt ook allemaal via midi, zo te zien. Dus ik schakel mijn versterker en de pedalen afzonderlijk van elkaar met één druk op de knop. Eén druk op de knop. Ja, nou, dat was natuurlijk, als je zingt en je bent performer, dan moet je natuurlijk ook wel niet te veel poespas voor je hebben liggen. Dus één knop en één sound. En als je 5-6 knoppen tegelijkertijd moet duwen met zo'n pedalenborden waar geen looper op dan zit. Dan ben je meer een tapdancer dan geen gitarist. Als je geen zanger bent, of in ieder geval niet zo'n prominente rol hebt in de band als bijvoorbeeld een frontman, nou, mm-hmm, dan is dat heel belangrijk. En anders heb je dat niet nodig direct. Nou, het gitaarsignaal wordt eigenlijk wat allemaal... Wat is dit grote zwarte apparaat dan? Dit is de voeding. En dit is het hart, zeg maar. En je moet zorgen voor elk pedalboard een goede voeding. Hè? Er zijn merken zoals Voodoo Lab. Ik werk op het moment heel veel met de voedingen. Of iemand zegt van Paul, ik wil custom voedingen, dan bouw ik ze op de hand. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel standaard opties. En dat is bijvoorbeeld True Tone. De C is 7 en de C is 12. En Erik van Haar is de leverancier daarvan. Veel muziekzaken hebben ze al vooruit. Die zijn lekker licht. Je kunt ze ook op 110 gebruiken. Dat wil zeggen, stel voor dat je nou Amerika even een toertje maakt. Nou, dan neem je pedalboard mee en je zorgt dat je bij je power supply kunnen, dan zet je hem even op 110. Zo, dat zijn ook nog even dingen. Ja, dat zijn wel de dingen waar heel veel niet over nagedacht wordt. Nou, je ziet dat ik vaak het voedinggedeelte helemaal apart heb. Ja. Ja. En dat heeft te maken dat dit nog steeds conventionele trafo's zijn. Dat noemen ze torials. Dat zijn ronde trafo's. Die worden veel in de medische sector gebruikt. Stel voor dat je gewoon een blok trafo en je hebt een hartprobleem en je hebt de peacemaker. Nou, als je in de buurt komt van zo'n trafo, dan heb je last van je torials zijn vaak ontwikkeld voor medische doeleinden, maar daar ook door minder storingsgevoelig. En tegenwoordig zijn het allemaal geschakelde voedingen. En True Tone is geschakeld. En dat is jouw, het moet storingsongevoelig zijn. Ja, weet je werkt met lichtshows, je werkt met PA's. De ene keer is de PA wel goed, de andere keer heb je, of je nou in de Ziggo staat, of je staat in een of ander kroegje waar ze de biermachines ook op dezelfde stroomgroep hebben zitten. Nou, dan moet je zorgen dat hier wat hier binnenkomt allemaal ontstoord is. Nou, deze voeding heeft bijvoorbeeld een ontstoring. Er zijn ook goedkopere voedingen die hebben dat niet. Nou, dan bouw ik meestal een ontstoring in de dingen. Ook heel belangrijk is dat je alles wat met AC, dus 230 volt te maken heeft, goed isoleert. Dat je niet per ongeluk, als je je bord openmaakt, aankomt. Ik adviseer ook voor de mensen die wat verstrooid zijn of die niet precies weten wat ze willen of kunnen. Nou, haal gewoon de stroom eraf, dan gaat er niks fout. Veiligheid boven alles, zeg ik altijd maar. Paul, weet je wat ik zeg? Ja. Laten wij gewoon gaan spelen. En laat dit aan jou over, hè? Dat is helemaal goed, joh. Dankjewel, Paul. Ja, graag gedaan, joh. Heb je een beetje een inzicht, hè?